De oliemaatschappij Sol is niet op één lijn met de regering. Alle pompstations van de Sol en Shell zijn vanaf vanmiddag gesloten, met als gevolg lange rijen auto's bij GoTo en enkele Royboede pompstations. Gunno Kastelen, voorzitter van de Surinaamse Service Stations Exploitantenbond SSEB, verzekert dat de sluiting van deze pompstations niets te maken heeft met de SSEB. Dat die dollarkoersen zo hoog is, verwachtbaar is dat er ook eventueel een prijsstijging komt. En die exploitanten, als er niet gewoon door wordt geleverd door de maatschappijen, die komen dan in een financieringsprobleem. Toch? Want die mannen leveren niet meer, je voorraad raakt op, je hebt een lege tank en dan gaat die prijs omhoog en dan moet je tegen duurdere prijs olie inkopen. Betekent dat je misschien 60.000 liter maar 1 gulden of 2 gulden of 50 cent afhankelijk van hoeveel het die prijs stijgt, moet gaan financieren uit je eigen zak of bij de bank moet gaan lenen. Dus het heeft niets te maken met het feit dat men het idee heeft dat de olieprijs morgen omhoog gaat. Dus dat zeg ik je toch. Het heeft daar slechts indirect mee te maken. Het is meer dat de maatschappijen weigeren te leveren. Dus een deel van de stations die loopt leeg, droog. En waarom weigeren de maatschappijen? Ze hebben een issue met de overheid. Daarom gaat u zien, de go-to op pompstations die zijn open. Er zijn nog wat Ruiboedoe stations open, maar mogelijk gaan die later ook sluiten. Maar de stations van Sol, die zijn allemaal zo goed als dicht. Het brandstofprobleem is tussen Sol Suriname en de regering. Kastelen zegt dat elke keer dat er een station sluit, het erop lijkt dat het een actie is vanuit de SSEB. De oliemaatschappijen hebben een probleem. En wat doen ze? Ze misbruiken eigenlijk die pomphouders door ze indirect een staking te veroorzaken door niet te leveren. Als je geen olie hebt, kan je niet opengaan. En sommigen krijgen zelfs de opdracht om te sluiten. En natuurlijk, die mensen willen hun contract niet verliezen, dus ze geven gehoor. Toch, maar het is geen oproep van de SSEB. De SSEB staat helemaal niet achter deze actie. Dus wat kan gebeuren? Ik weet niet. Ik heb begrepen dat de overheid nu aan tafel zit. Dus de media moet proberen de minister van Financiën of de directeur van Sol aan de lijn te krijgen. Om te horen wat het probleem is en wat ze nu aan het bespreken zijn. En afhankelijk van wat ze bespreken, zullen we weten wat er morgen gebeurt als de dollars beschikbaar zijn of dat ze het compenseren op een andere manier en de prijs, ik weet het niet. Het is onze redactie niet gelukt een reactie te krijgen vanuit Sol Suriname.